eerste giveaway, laten we maar zeggen, ben ik laatste geworden. Kijk eens wat ik aan het doen ben. Ik ben aan het livestreamen. Yo, Jochus. Nee, gekje. Welkom allemaal, dames en heren, jongens en meisjes. Daar zijn we weer, een nieuwe video. En dat is ook weer een nieuwe, hoe noem je dat nou? Ik weet het niet. Het geeft ik allemaal niet. Het is weekend, paasweekend nog wel, dus fijne Pasen, iedereen. Ook al is het al geweest ondertussen. Ik heb net lekker gegeten, een beetje gezond, broccoli, schnitzeltje, aardappeltjes. Gewoon een standaard dingetje eigenlijk. Oh, ik ga denk ik, misschien vanavond nog, of morgen. Ga ik even met Rick zitten, want dan gaan we even wat dingetjes uitzoeken voor de livestreams die binnenkort gaan komen. Misschien is de eerste ongeveer nu als jullie dit zien. Misschien is die dag de eerste, donderdag zou ook kunnen. Even kijken, ik heb er in ieder geval wel zin in. Kijk, ik weet dat het tot niet gelijk honderden viewers krijgt, misschien niet eens tientallen. Maar het is een begin, we moeten gewoon opbouwen natuurlijk. Net als dit kanaal, dus vergeet niet te abonneren. Het zou heel erg gewaardeerd worden. We blijven nu nog steeds wel even op de 270 abonnees hangen, maar ik weet dat we de 300 zeker kunnen halen. En ook daarna naar de 500. Dat moet er toch echt wel in zitten, jongens. Dus kom op, doe jullie best. Dat zou heel erg gewaardeerd worden. En dan gaan we ook op Twitch gewoon streamen. Wie had dat gedacht? Dan gaan we nog even kijken, een paar instellingen en modificaties en meldingkies en dergelijke moeten we even regelen. Maar dat is allemaal zo gedaan. Rick die kan dat heel goed. Voor de rest heb ik eigenlijk niet zoveel te zeggen. Nee, ik ben in ieder geval heel dankbaar voor alle abonnees al. En elke nieuwe gaat alleen maar dichterbij komen naar de giveaway. Dank jullie wel in ieder geval. Check jullie wel weer. En ik hou jullie zeker op Instagram ook up-to-date als ik live ga op Twitch. Dus volg me ook even op Insta. Link staat in de beschrijving. Dank jullie wel. Mensen, dit is toch ook weer zo geweldig, hè? Een andere streamer, die gaat nu ook aan giveaways beginnen. Met, hoe heet dat? Met die marbles. Eigenlijk moet ik al slapen, want ik moet morgen gewoon vroeg eruit voor werk. Maar hey, met de luck die we tegenwoordig hebben, kan ik maar beter gewoon meedoen met de winst. Met de giveaways. Of ik kan het weer weggeven aan iemand anders. Of kan het, als het nu waard is, kan ik het gewoon wel laten shippen. Maar hij gaat even laten zien welke kaart we kunnen winnen. Dus ja, ik zal jullie laten weten uiteindelijk of ik heb gewonnen, ja of nee. Maar ik weet het niet, want hij gaat er meerdere doen. Het is niet één giveaway, dus let's see. You will be updated. En daarna moet ik echt slapen, want ik moet morgen gewoon weer vroeg eruit. En ja, het is nu nog niet zo laat, maar ik denk na alles, dan gaat best wel in de tijd lopen. Dus ben benieuwd. De eerste giveaway, laten we maar zeggen, ben ik laatste geworden. Kijk, ik ben hier zo, even kijken, nummer 14. Ik heb met 3 races meegedaan. En die tijden ook. Met 3 races hun minder, dus ja, dan hadden ze sowieso minder kans. Maar 0 punten dus. Joepie! Maar hij gaat het nog meer doen, dus we zitten er nog eventjes. Wie weet winnen we dan wel. Geluk kan niet altijd aan je zijde zijn, maar als je het niet probeert, dan weet je het nooit. Dus het is ondertussen 11:15, dus slaap komt er bijna niet van. Maar alles voor de giveaways. Alles voor de giveaways, ja. Ach, man. Ook de tweede giveaway. 2 races waren het. 2 keer van de map af gejiet. Dus we hebben helemaal niks gevonden. Mijn luck is een beetje aan het uitraken op de Marble streams, denk ik. Maar hij heeft nog heel veel kaarten die hij weg kan geven. Dus heel veel meer kansen als ik erbij ben. Bij de streams om iets te kunnen winnen. Het is wel weer zo, hij woont ergens in Amerika. Dus de shipping moet ik zelf betalen. En ja, dan, maar op zich deze kaarten krijgt er iets meer bij hem. Dus dan is het wel waard bij sommigen gekregen. Maar 1 klein kaart of 1 kaartje of 1 pakketje of zo. En dan denk ik ja, maar nu krijg je een paar kaarten. Waarom niet? Maar dan moet ik wel eens winnen. Niet elke keer van de map af worden gejiet met mijn knikker. Want dat helpt niet. Ik ga nu lekker slapen. En dan zien jullie me morgen weer. Puf. Oh mensen, jullie gaan het bijna niet geloven. Het is nu gewoon over 12 s'avonds of s'nachts eigenlijk. Ik moet morgen weer vroeg werken. Maar er was weer een giveaway bezig. En zoals jullie weten doe ik daar graag aan mee. Het waren heel veel giveaways. Ik heb al met heel veel meegedaan. Even kijken, nu ben ik weer 18e geworden in de race. Ja, fuck it, weet je. Maar ik heb er dus ook weer eentje gewonnen. Hetzelfde probleem. Hij woont in Amerika, ik hier zo. Ik blijf het meedoen. Maar ze hebben een mod in zijn chat zitten. Die wel gewoon Nederlands is. En die ook soms gewoon dingen koopt. En dus ook
vanaf daar hier naartoe laat shippen. Dus dan kunnen ze mijn kaart erbij doen. En dan kunnen we dat zelf wel regelen onderling met die Nederlandse gast. Of ik het ga ophalen of dat hij het je heen stuurt. Ik weet het niet. Maar in ieder geval wat ik gewonnen heb is een heel mooi Erika's Finisher Japans. Holo. Dus er zitten wel wat kapottigheid in om het zo maar te noemen op die kaart. Gewoon wat bands en deukjes en dingen. Daarom geeft hij het ook weg. Hij zegt van ja, ik kan het niet verkopen. En ik wil, mensen vinden dat alsnog leuk. Nou, ik vind het een vette kaart alsnog. Boeit maar iets tiefjes als die een beetje kapot is. Ik heb er zelf ook een paar die gewoon redelijk kapot zijn om het zo maar te noemen. Dus ja, we gaan het zien als die binnen is. Het zal even duren denk ik. Oh, ik ga nu als ik dit soort dingen zie, al die giveaways en zelf dan... Oh... Ik denk dat de eerste boxen ongeveer geopend worden als deze video online gaat. Dus nou, dan kan ik nog even wachten, want ik wil echt goed zijn die video's. Goed geëdit, goed met thumbnail, titel, alles netjes erbij. Gewoon lekker de tijd in gestoken, zodat we hopelijk de beste video uit kunnen brengen. Qua ja, Pokémon opening, om het zo maar te noemen. Dus ja, wacht daar zeker op. Het kan nog eventjes duren, een weekje of twee. Maar dan hoop ik tot de eerste video, misschien wel twee, gewoon online komen. En tot we iets goed poelen natuurlijk. Maar in ieder geval één keer voor weer gewonnen weer. Dus in totaal al drie binnen ongeveer een week tijd. En ja, deze kan ik wel hier naartoe laten komen. Jullie zullen van me horen nog. En ja, ik ga nu nog één, twee, drie races in totaal. Daarna ga ik echt slapen. Dan is het ongeveer half één, misschien iets later. Ja, ik moet er morgen echt vroeg uit dus. Oei. In ieder geval, tot morgen weer. En ik heb weer wat gewonnen. Mensen, wat voor tijd zijn we nou weer beland? Oh, een paar dagen geleden, of een week geleden, zaten we nog met 25 graden. En kijk, nu is het buiten. Het is helemaal grijs. En het sneeuwt gewoon. Gisteren ook al. Hoe kan dat nou weer? Er ligt gewoon sneeuw op de daken. Het is april. Oh, wat is dit allemaal toch, joh. Ja, in ieder geval. Gisteren met Rick even gezeten om de Streamlabs OBS even helemaal te fixen. Voor de eerste streams. Misschien als jullie het zien zijn de eerste streams al geweest. Volg me op Twitch. Moshoofd heet ik. Dan dat zal ik vaker zijn. Gewoon live. En dan Misschien gaat het in het begin helemaal niet goed. Maar dan kan je weer wel leren. En dingetjes aanpassen en toevoegen en dergelijke. Dit is gewoon nu voor nu normaal de basics. Even gewoon zoveel mogelijk proberen toch. De dingen te regelen die belangrijk zijn. Dus dat hebben we gisteren gedaan. En ik heb vanavond een avonddienstje, dus mijn buurman is wel een bikkel hoor. Die staat gewoon vol in deze sneeuw. Staat er gewoon te sporten. Nou ja, dat was hem. Hoi mensen, we zijn net klaar met het opnemen van een video. Het is de allereerste Pokémon pack opening geworden. Het laat een heleboel troep achter, merk ik nu al. Die ga ik niet laten zien. Dit zijn waar ik de kaart even in store. Maar kijk dan, allemaal dozen en dingetjes. Oei. Het is vandaag ook de allereerste keer dat ik live ga op Twitch. Dat zal, dadelijk ga ik dat doen. Dus het linkje staat als het goed is hopelijk in de beschrijving. Twitch.tv/moshoofd denk ik. Daar zal ik dan voornamelijk League of Legends gaan streamen. Samen met Jordi denk ik vooral. En de Pokémon pack openings die komen er ook aan. Dit was de eerste. Een beetje een proef, een beetje een test, een beetje ja, nieuw. Maar ik weet zeker in de loop der tijd gaat dat steeds soepeler, steeds makkelijker. Dus ja, de eerste zit erop. Nu even de aftermath allemaal opruimen. En dan gaan we live streamen. Holy shit mensen. Als jullie het zien... Ben ik nu net klaar na iets van 10 à 11 uur lange stream. Best pittig. Ik heb Jordi is er eigenlijk bijna de hele tijd al bij geweest. Ik moest heel even eten en daarna gewoon de hele tijd weer. Er zijn ook Rick en andere vrienden zijn even langs komen wippen. Die hebben gewoon gekeken. Dus bedankt daarvoor als jullie dit zien. Altijd gewaardeerd. Ja, morgen ben ik er weer gewoon. Dat zullen jullie niet zien. Dat zal gewoon al geweest zijn. Maar als jullie dit zien, waarschijnlijk is dat op zaterdag. Dan ben ik bij de LAN. Dus dan zal ik niet live gaan dat weekend. Maar waarschijnlijk maandag, dinsdag en woensdag. Maandag weet ik niet zeker. Misschien in de avond dan eventjes. Maar sowieso dinsdag ben ik er sowieso wel. Woensdag ook. Misschien donderdag zelfs ook. Dus, maar dan die dagen ben ik ook zeker wel twee of drie keer te vinden. Want dan ben ik gewoon nog vrij. Als je me nog niet volgt, doe dat dan. Twitch.tv/moshoofd. That's me. En dan kunnen jullie mij ook joinen tijdens de streams. Het is voornamelijk League of Legends. Gewoon als je dat ook speelt, mag je best meedoen. Vind ik helemaal niet erg. Ik denk Jordi ook niet. Een paar spelletjes meespelen is
lijkt me gewoon, ja, waarom niet? En misschien toch ook in de toekomst de Pokémon breaks. Want ik heb, zoals jullie weten, 2 van deze al geopend. Daaronder zijn er nog 6 en nog genoeg andere dingen. Dus er komt echt wel wat aan. Ik ga nu lekker mijn bedje in, want ik ben best wel moe. En ja, en tot morgen. Hey, hallo. Dat is leuk. Kijk eens wat ik aan het doen ben. Ik ben aan het live streamen. Volg me dan op Twitch. Twitch.tv/moshoofd. Link zal ik in de beschrijving staan. En dan ja, kunnen we daar wat vaker volgen. Gewoon interactie hebben. In de chat en dergelijke. Dus ja, doe dat ook even. Vergeet ook niet te abonneren hier zo. Ik ga het afsluiten. Dus bedankt voor het kijken allemaal. Ik zie jullie op Twitch. En ik zie jullie ja, met openings en dergelijke. En nou, zeg maar dag. En tot de volgende keer. Doei doei!